Hallo, welkom bij Draadje Los. Dit keer weer een boek van de week. Enige tijd geleden kocht ik dit boek. En ik vond dat heel leuk om dat even te laten zien. Het zal geen hele lange aflevering zijn. Want ja, patronen kan ik natuurlijk niet echt laten zien. Maar er staan hele mooie dingen in. Het is Engelstalig, maar door alle duidelijke foto's en tekeningen heb je daar eigenlijk geen last van. Dus als je het Engels niet zo goed beheerst, is het toch een heel bruikbaar boek. Er staan prachtige foto's in, dat zal ik natuurlijk laten zien. Het heet Simply Stitched with Wool. En het leuke vind ik van het borduren met wol, en dat kan je misschien wel zien. Wol is altijd een beetje fluffy. En dat maakt dat het bij het borduren, zeker als je wat langere steken gebruikt, relief geeft. En dat vind ik altijd zo leuk van borduren met wol. Nou, je ziet hier al een aantal motiefjes. Ik had al eerder een borduurboekje laten zien. En dat was ook heel schattig. En er werden maar een paar steken gebruikt. Dat geldt voor dit boek ook. Er zijn maar een paar steken die worden gebruikt. En daar kun je in feite alle motiefjes mee doen. Platsteken worden veel gebruikt. Frans knoopje, steelsteek en kettingsteekjes. En volgens mij is dat het zo'n beetje. Dus met maar een paar simpele steken kan je eigenlijk al ontzettend veel doen. Nou, het leuke van dit boek is dat het werkstukken, kant-en-klare werkstukken bevat, projecten. En de patronen die erin staan, die zijn niet alleen maar voor de borduurmotiefjes, maar dus ook van hoe je het project maakt. He, dus bijvoorbeeld een tas wat geborduurd is met een aantal van de motiefjes. Dan zie je die motiefjes op ware grootte die je dus kunt overtrekken om te borduren. Maar er staat ook een beschrijving stap voor stap voor het maken van die tas. Dus wat dat betreft is het een heel compleet boek. Nou, ik ga maar eens beginnen met doorbladeren, want er staan echt prachtige foto's in. Ik weet niet van wanneer het is. Dat kan ik zo gauw niet vinden. Oh ja, 2022. Dus vrij nieuw. Oh, hier staat Create Beautiful Textured Embroidery with Wool and Cotton. Zij nemen hier een katoenen ondergrond. En daar borduren ze op met wol. Nou, mooie van die sfeerplaatjes. Ik vind dat wel heel leuk. Ik ga maar eens even de foto's laten zien. Nou, hier bijvoorbeeld een vrij traditioneel patroon. Wat ik heel leuk vind is dit. Dat je een soort van kabeltjes krijgt. Dat vind ik echt, dat heb ik nog niet eerder gezien. Op deze manier geborduurd. Lijkt wel een beetje of het gebreid is. Grappig, hè? Nou, dat is vrij, ja, een soort van, hoe noemen ze het hier? Een embleem. En hier is dat verwerkt in een pouch, dus een klein zakje om dat in te doen. Nou, hier een soort sampler noemen ze dat, een soort van schilderij om op te hangen. Hier zie je hem van dichtbij, met allemaal bloemmotieven. Oh, ik moet het wel goed laten zien natuurlijk. Mimosa sjaal. Kijk, hier is dat dus verwerkt in een sjaal. Ik vind hem echt heel leuk. En hier zie je het motief van heel dichtbij. Nou, het zijn dus platsteekjes, steelsteekjes en knoopsteekjes. Meer is het niet. En bij de beschrijving van die sjaal, er staat ook echt een tekening van die, het is een flauwe driehoek, die sjaal, waar je dan precies die motiefjes moet plaatsen, zodat ze goed te zien zijn als je de sjaal draagt. Bloemetjes met een vlinder. Heel leuk als randje ergens langs. Dus een brede rand bijvoorbeeld. Kan ik me voorstellen. Dit ook.
Dat is een leuk herhalend motiefje. Dat is weer wat, ja, wat strakker en abstracter. Maar hoe leuk is dat langs de zak van een schort bijvoorbeeld of zo? Of als motiefje. Of ja, als je het wat stoerder wil, op een spijkerjekje. Hartstikke leuk. Kleuren die ze gebruikt hebben, die spreken mij ook wel aan. Hier een aantal vlinders. Vier verschillende. En je ziet hier ook heel duidelijk, hè, van die vlakjes die zijn gevuld met platsteken. Maar doordat het afwisselt met kettingsteken, krijg je dus een soort glas-in-lood effect met wat relief. En hier hebben ze zo'n vlinder op een baret geborduurd. Nou, dat is toch wel heel erg leuk. Een krans. Die je natuurlijk gewoon als een soort schilderijtje of zo zou kunnen maken. En hier is dat toegepast in een, wat is het, potmat. Om een theepot op te zetten. Oh. Ook dit zou je, als je dat durft te dragen, op een baret kunnen borduren natuurlijk, hè. Hier een detail van een vintage flower pattern. Ik vind het wel mooi zo dichtbij gefotografeerd. Kan je heel goed zien hoe het gedaan is. En deze vind ik heel leuk. Tegeltjes. Geïnspireerd door tegeltjes. Maar daar zijn speldenkussentjes van gemaakt. Nou, dat is toch ontzettend leuk. Dit is maar in één kleur geborduurd. Nou, dit krijgt een beetje Delft blauw idee, maar ik vind dat ecru op zwart ook wel heel mooi. Of het is dit, het is heel donkerblauw. Nou, hier een kussen met botanische tuin wordt het genoemd. Poppies, dus allemaal klaprozen. En nogmaals, ja, ik vind die foto's gewoon heel mooi. Weet je, dat is op dat oude linnen. En ja, dat heeft iets. Zo'n sfeerfoto. Het is echt wel een mooi kijkboek ook. Hier een paardenbloemmotiefje. Heel, strak, zeg maar. Je kan ook een los bloemetje. Ik kan me voorstellen, de borstzak bijvoorbeeld van een jasje of een spijkerjekje. En daar dan één zo'n bloemetje op. Nou, kan heel leuk zijn. Hier is geborduurd op breiwerk. Breiwerk is hier gerstenkorrel. En is met wol op geborduurd. Dan leggen ze dus ook wel uit hoe je dat moet doen. Want breiwerk zit wat rek in, hè? Dus dan moet je wel even zorgen dat je dat op de goede manier gaat doen. Meestal doe je dan iets ertussen wat je later weghaalt. Nog meer bloemen en takjes groen. Kan ook zijn dat je bijvoorbeeld alleen maar zo'n takje, alleen maar zo'n motiefje uitkiest. En dan laat je die bloem verder weg. Maar dat kan ook heel leuk zijn. Hier is dat verwerkt op een tas. Dit is een wat traditioneler motief. Bird Paradise motief. En het doet me een beetje denken aan dat Zweedse borduurwerk. Weet je, het zijn vooral dit. Dat is een, zeg maar, een fantasiebloem. Hè? Die bestaan niet in het echt. Met een vogeltje, vlindertje. Heel eenvoudig met platsteken. En hier en daar ook. Nee, geen ingrijpsteken. Gewoon platsteken. En dit is dan weer een heel ander soort motief. Dit is weer veel strakker. Dit vind ik ook heel erg leuk. Dit zijn gewoon kettingsteekjes, knoopsteekjes en platsteken. Meer niet. En dat vind ik zo fascinerend van dit boek. En ook dat andere borduurboekje wat ik liet zien, een paar weken geleden. Dat je maar zo weinig steken nodig hebt om iets moois te kunnen maken. Dat fascineert mij echt enorm. Viooltjes. Heel leuk. En hier is dat verwerkt op een tas. Nou, meer heeft zo'n tas ook niet nodig, denk ik dan. Een klassiek bloempatroon.
Hier hebben ze het op een stuk, ja, band, bloemen geborduurd. Nou, dit, hè, hier is het als haarband, maar als je hem langer maakt, kan het ook als ceintuur of zo. Of bijvoorbeeld als draagriem aan een tas of zo. Kan ook heel leuk zijn. Een keycord, dan zou ik hem wat smaller maken, maar dat kan natuurlijk ook heel goed. Small berries motif. Kleine besjes. Nou, dit zijn die groene blaadjes. Dat zijn een soort van kettingsteekjes ook eigenlijk. Lazy daisy steekjes noemen ze dat. Weer Franse knoopjes en steelsteekjes. Heel eenvoudig. Er worden ook per motief over het algemeen ook niet zo heel erg veel verschillende kleuren gebruikt. Kijk, en hier is dat verwerkt op een sjaal. Nou, dat is toch mooi. Ik vind dat echt wel mooi. Hier zo'n los bloemetje. Vind ik eigenlijk bijna nog krachtiger dan zo'n hele, dan als strooimotief. Gewoon één zo'n motiefje ergens op. Dat heeft iets, vind ik. Vind ik altijd wel mooi. Nou, paddenstoeltjes. Hier op een soort van schilderijtje. En hier allerlei verschillende takjes, skiers, sneeuwvlokjes. Dit zou ook heel leuk kunnen zijn als je bijvoorbeeld voor kerst iets wil. Een beetje, dat je hier en daar wat rode besjes of zo borduurt. Dat je in plaats van blauw hier rood gebruikt. Een beetje kerstidee. Sneeuwvlokjes ertussen. Klaar. Voor een onderzettetje of zo. Of een klein kleedje. Waar je een kaars op zet. Ik kan me voorstellen als je een rond lapje neemt. En je doet rondom, hè, van die takjes afgewisseld met een paar sneeuwvlokjes. Dat je dan in feite al heel leuk een rond klein kleedje hebt waar je een kaars op kan zetten in het midden. Een kerstroosmotief. Kijk, dit is al wat moeilijker. Dat zit in een ingrijpsteek. Dan wissel je lange en korte steken af die dan in elkaar grijpen. Dat vind ik zelf best lastig om te doen. Maar ja, dat is dan een kwestie van heel veel oefenen, denk ik. Hier een ja, Christmas Square Botanical. Nou, daar heb je de hulstblaadjes. Mistletoe, dat kan natuurlijk niet ontbreken bij een kerstmotief. Ik zou zelf dat, denk ik, een beetje donkerrood rode stof nemen. Nou, en dan de materialen. Wat voor stoffen gebruik je? Verschillende soorten borduurwol. Hoe je het eventueel kunt wassen als dat nodig mocht zijn. Verschillende materialen, gereedschappen. Zoals in elk boek. Hier nog even zo'n sfeerplaatje. Hoe je handig een motiefje over kunt nemen. Dat overtrekken, dat moet je dan met kalkeerpapier, hè? En om te voorkomen dat je dan door je papier heen prikt. Geef eens als tip om daar een stukje plastic op te leggen. Ik denk, ja, daar zou ik nou zelf niet aan gedacht hebben. Maar... En hier, kijk, hier is een voorbeeld van zo'n patroon. Ik kan deze wel even laten zien. En dan staat er precies welke onderdelen welke steken zijn. Dus hier, dit zijn Franse knoopjes. Nou, er staat een nummer bij waar je dat kunt, welke kleuren je kunt gebruiken. En hier staat dus welke steken gebruikt zijn. Per onderdeeltje. En dit zijn denk ik de kleurnummers. Maar zo is zo'n patroon opgebouwd. En dan hier hoe je dan dat project maakt wat daarbij hoorde. En zo zijn dus al die beschrijvingen duidelijke tekeningetjes op ware grootte. Dus je kunt het inderdaad zo overtrekken. Kijk hier die sjaal. Het is goed aangeven van hier moet je die motieven doen. En het is allemaal op ware grootte, dus je kunt het zo overtrekken. Nou, dat kan ik niet te veel laten zien, maar met precies erbij welke steken gebruikt zijn. En hier de uitleg, hoe leg je knopen in je draad, hoe hecht je aan en af. Ja, dus een heel compleet boek. Ik vond hem zelf heel leuk, heel inspirerend ook wel.
Ik heb er nog niks uit gemaakt hoor. En misschien ga ik dat ook wel niet doen. Ik weet het niet. Maar het is gewoon een. Ja, het is echt een na. Voor mij is dit echt een naslagwerkje. Dus ik denk, oh, hé, ik wil iets versieren. Wat zal ik eens doen? Nou, dan kan je hier een beetje zo in bladeren. Van, nou ja, bijvoorbeeld zoals die paddenstoelen. Ja, denk ik ook hartstikke leuk. Oh nee, het was een kransmotief. Het waren geen paddenstoelen. Wat was dat dan? Even kijken hoor, pagina 16. Oh ja, de krans. Weet je, dan denk ik, nou, dan kan je het zo opzoeken. En ja, ik vind het zelf een heel leuk boek. Simply Stitched with Wool. En het is vrij nieuw, dus het is algemeen verkrijgbaar nog. Het is in het Engels. Maar als je het Engels niet of niet goed beheerst, kun je het toch heel goed gebruiken door de duidelijke tekeningen. En anders heb je altijd, als je er echt uitkomt, ook Google Translate, hè? Dat kan je ook helpen. Ja, ik vind het een aanwinst voor mijn boekenkast. Misschien inspireert het jou ook om eens te kijken naar borduur. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n borduurster hoor, maar met dat slow stitchen heb je toch eens van, oh, een motiefje of een bepaalde steek of. Ja, in dat kader vind ik dit soort boeken wel heel leuk en bruikbaar. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Als dat zo is, geef even dat duimpje omhoog. In ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Doeg!